Komt het nog wel goed met Cardano, met XRP en met Chainlink? Dat is een vraag die wij heel veel krijgen in de livestreams. En in deze video gaan we jullie daar antwoord op geven. Want we hebben de afgelopen tijd lekkere gains gezien met altcoins. Zo. We hebben gekke dingen gezien met memes. We hebben hele rare prijsactie gezien bij altcoins. Maar in onze livestreams, wat wordt er het meest aangevraagd nog steeds? ADA'tje, XRP, Link, we kennen ze, Solana, dat hoort er ook wel een beetje bij. Ja, die worden toch structureel aangevraagd. En dan gaan we vandaag even een wat helderder licht opschijnen. Het zijn de coins, zoals gezegd, die gewoon altijd nog steeds voorbij komen. Die nog steeds de interesse hebben van mensen. Want ja, ze moeten nog gaan knallen. Ze zijn achtergebleven en ze zijn flink achtergebleven. En in deze video gaan we het gewoon hebben over de prijsactie. Over wat we kunnen verwachten, wat de hordes zijn om te gainen, wat daar dan achter gebleven is. We willen het allemaal in kaart gaan brengen en allemaal aan jullie laten zien. En de prijstargets die je uiteindelijk dan weer kan verwachten voor deze altcoins. Want dat is uiteindelijk wat heel veel mensen toch willen weten. Ja, en wat moet er gebeuren om überhaupt zo'n altcoin in beweging te krijgen? En wat bij de een wel is gebeurd en bij de ander niet. En dan komen we meteen op deze mooie plaat aan. Het praatje hebben we al vaker gehouden, maar we gaan het even herhalen. Het heeft alles te maken met circulerende Markt supply op een specifieke asset. Dat kunnen we op CoinMarketCap gaan we dat zo meteen zien. Maar dat is alles bepalend voor wat een coin doet. Instroom of uitstroom. En daarom beginnen we toch even op Bitcoin om dat plaatje uit te leggen. En naarmate deze uitleg zal dat ook steeds duidelijker worden. Wat wij de afgelopen tijd hebben gezien is Bitcoin met ETF's en de halving en de interesse en de stijging van prijs als een direct gevolg hebben wij die market cap van Bitcoin zien groeien. Ja. En dat uit zich in dit. Weet je wel? En dat weer is heel mooi, hè? Nee, maar het is wel zo. Zo is het. En wat je dan wil zien is dat die altcoins die wij hier even hebben onderverdeeld in large cap, mid cap en small caps. Dat zegt dus van large naar small de hoeveelheid. De grootte van het circulerend geld in die asset. Die zijn vanzelfsprekend kleiner als Bitcoin. Bitcoin is market leader. Alles wat niet Bitcoin is altcoin en klassificeert zich als large, mid en small cap. Ja? En wat je dan eigenlijk wil zien is dat er van die toenemende market cap van Bitcoin, dat er op een gegeven moment zo'n klein flinterdun hapje gaat verplaatsen van Bitcoin naar zo'n large cap, naar zo'n mid cap of naar zo'n small cap of van alles een beetje. Want dit zijn wij met z'n allen. Wij zijn alle spelers in de markt die bepalen die cap. En wat doet dat nou? Omdat Bitcoin al zo groot is, als er zo'n splintertje volume zo erbij komt, dan doet Bitcoin dit zo'n 5-10% impuls. Maar wat dit kleine snippertje doet op een small cap is waarschijnlijk duizenden procenten. Wat het doet op een mid cap zijn honderden procenten. En op een large cap altcoin, dus de iets grotere, tientallen, gaan we zo meteen in een rijtje zetten, zal het een aantal tientallen procenten doen. Dit is geen exacte wissel, maar dat is wat het moet doen. Nou heb je natuurlijk heel veel instroom van ETF's en institutioneel geld wat in Bitcoin stroomt. Daarvan verwachten wij niet dat het op magistrale wijze in een altcoin terechtkomt. Nee. Maar het creëert wel interesse, het zet ons als markt meer volwassen neer, waardoor je wel degelijk retail toestroom krijgt door het toenemende volume en aandacht aan Bitcoin, waardoor ook vanzelfsprekend die altcoins weer onder de aandacht komen. Dus het komt allemaal niet alleen uit Bitcoin, zoals we het hier schetsen, het komt ook uit andere hoeken. Maar in het grote plaatje zorgt het dus voor toenemende market cap over de hele breedte, across the board. Exact. Je hebt uiteindelijk de hele markt nodig om uiteindelijk een markt in beweging te krijgen en te kunnen laten groeien. We hebben de afgelopen jaren heel veel gevaren op de schouders van retail, van Jan en alleman die wilden investeren in Bitcoin en in crypto. Want institutioneel geld had er niet heel veel oren naar. Misschien hadden ze de oren er wel naar, maar je gaat niet, dat heb ik al vaker gezegd, er wordt niet op een boardmeeting van Apple besproken. Hey Peter, kan jij morgen even een ledger halen en kan je even zorgen dat we 100 miljoen allokeren in Bitcoin? Dat doen ze niet. Weet je, en op dat gebied is het voor institutioneel geld, voor groot geld, is het makkelijker geworden om te investeren. Ja. Die gaan geen ADA kopen, of XRP in dit geval. Die investeren in Bitcoin. En de interesse die daardoor gewekt wordt, kan wel zorgen dat retail ook geïnteresseerd wordt. En dat die retail uiteindelijk wel weer gaat kijken, want dat doen ze, naar die altcoins. Waarom? Die altcoins zijn kleiner, de market cap is kleiner. En omdat de market cap kleiner is, is er dus ook minder geld nodig om een stijging te veroorzaken. En dat is gewoon een stukje marktwerking die heel belangrijk is om te begrijpen. Een altcoin waar een volume van, en dan ga ik hem heel plat slaan, waar een volume van $100 in zit. Ja, als daardoor ineens duizenden mensen geïnteresseerd in raken en die willen allemaal $100 investeren, ja, dan weet je wat er met die prijs gebeurt. Als iets een market cap heeft van miljoenen en tientallen mensen raken geïnteresseerd
om 100 euro te investeren, gebeurt er niet zo heel veel. Ja. En dat is heel platgeslagen wat er gebeurt met market cap en hoe een prijs van een asset uiteindelijk gaat stijgen. Nee, maar dat hebben we gezien met meme coins. Die meme coins, dat is echt zo'n small cap. Die zaten daar echt nog onder zelfs. Die waren zo groot. Dat waren deze jongetjes. Ja, uiteindelijk wel. En daardoor was er ook heel weinig geld nodig in verhouding om te zorgen voor een significante stijging. Ja. En als dan wel die interesse vanuit die hele grote groep mensen die al hiermee bezig zijn, denken, ja, dan gaan we investeren, dan gaat het rap, dan gaat het hard. Boom. En dat zorgt uiteindelijk wel weer voor aantrekkingskracht. Zorgt ook voor gevaren, want er zitten dan van die scamprojectjes tussen van, joh, ik zuig even een muntje uit mijn duim en ik zorg dat een paar belangrijke bekende koppen uit mijn netwerk daar wat over zeggen. Ja, dan krijg je dus zo'n flinterdun snippertje wat in zo'n microcap, noem ik het maar even, gaat. Zo'n memecoin. Ja, dat hebben we gezien. Dan krijg je 30.000 procenten rendementen, weet ik wat allemaal. En in een later stadium, dan ronden we hem daar even mee af. Als zo'n memecoin uiteindelijk hier of misschien wel hier terecht komt en er is volume, kan je het traden, hebben we ook al vaker gezegd. Traden is helemaal niks mis mee, risico afdekken en hatzee gaan. Goed. Basis, fundering, hebben we gelegd voor deze video. Dit is wat er voor nodig is om een altcoin in beweging te krijgen. Globaal. Gaan we even kijken, want we hebben eventjes de instellingen van een CoinMarketCap iets aangepast. Als we gewoon eventjes kijken naar year-to-date. Dus we kijken gewoon naar afgelopen periode. Nou, dan zien we bij Bitcoin zien we een 55% stijging. Bij Ethereum een nagenoeg even grote stijging. Bij BNB zien we een 91% stijging. Beam. Gaan we zo meteen even op inzoomen. Bij Solana zien we een 41% stijging afgelopen tijd. Als we dan gaan kijken naar XRP, zien we een 19% rood cijfertje zien we staan. Ja, sinds begin van het jaar. Ja. Als we kijken naar Cardano, zien we een 32% bijna zien we in het rood zien we staan. En als we iets verder naar beneden scrollen en we kijken naar Chainlink, zien we dat die 4% in het rood staat. Ik heb het gewoon nog niet laten zien. Nee, en als we dat dan vergelijken met de andere grote jongen, als bijvoorbeeld een BNB of een Solana. Ja, neem een Toncoin met 236% afgelopen periode. Neem een Shiba met 93% afgelopen periode. Dan hebben die big boys die veel aangevraagd worden, het toch wel een beetje laten hangen de afgelopen periode. En als we dat bekijken in de chart, zien we dat ook terug. Als we kijken naar de grote jongens waar we het net over hadden, die wel afgelopen tijd, de year-to-date, dan gewoon in het groen staan. Dan zien we, als we inzoomen op deze chart, dan zien we dat ook hier, vanaf de top tot waar we nu staan, gewoon een 18% eraf is. 18%. Maar year-to-date staan ze dus nog steeds in de plus. Ja. Year-to-date staan ze nog steeds dik in de plus. Solana, idem dito. Solana, die staat ook gewoon nog steeds hoog. Als je kijkt naar voorgaande top, zit je op zo'n 258 en op dit moment zit je op 141. Is nog wel een stuk, maar als je kijkt vanaf hier, bovenkant tot aan beneden, heb je ook 31% verloren. Maar ondanks dat 31% verlies, sta je year to date nog steeds flink in de plus. En als je die charts dan naast elkaar legt, want je ziet deze, dan denk je, staat nog steeds sky high, hè? Staat nog steeds gewoon tegen de bovenkant aan. Als je kijkt naar Solana, staat nog steeds redelijk hoog. Tuurlijk is die een flink stuk gezakt, maar staat nog steeds in deze chart er redelijk goed voor. Ja, als je dan kijkt naar zo'n chart als dit, dan denk je, ja, wacht even. Deze ziet er toch echt wel eventjes iets anders uit. Want als we kijken naar de top hier, helemaal uiteindelijk hier naartoe, hebben we het over een 93% daling. Dat heb zeer gedaan bij mensen. Dat heeft heel veel pijn gedaan. En we hebben nu een stijging gezien. Ja, wat kunnen we hier nog van verwachten? Waar moeten we uiteindelijk naartoe? Hoe gaat dit zich dan ontvouwen en wat is er voor nodig om uiteindelijk een hogere prijs te gaan zien? Ja, absoluut. Absoluut. Eigenlijk wat je ook ziet, is dan ook gewoon gezonde prijsactie. Want als je dan year to date zegt, ga ik nog even een keertje naar deze. Year to date, dus waar zijn we het jaar begonnen? Laten we zeggen hier ergens, december, januari, hier zo. Ja. Dan hebben ze, wat hebben die coins gedaan? Die hebben dus iets goed gedaan. Die hebben begin van het jaar interesse weten te trekken, waardoor ze 100% hebben laten zien. Ja, als we dan nu een min 30 zien, is het eigenlijk het enige wat ik hoor. Gezond. Terugtestje. Ja, terugtestje. Gezonde prijsactie. En op de een of andere manier kan dat dus in verhouding stellen tot zo'n ADA. Link die nog een beetje break-even staat ten opzichte van begin van het jaar. Letterlijk, hier zie je dat. Ja. Januari staan we letterlijk nu rond dat punt. Die hebben dus iets niet goed gedaan. Die hebben op een of andere manier niet de interesse getrokken wat die andere assets die we net aanhalen, BNB en Solana, wel hebben gedaan. Ja, dus deze projecten, die moeten nog iets gaan losmaken bij de menigte, bij de retail. Misschien de medium grote jongens die geïnteresseerd zijn in de markt. Die moeten met iets over de brug komen, waardoor die interesse aangewakkerd wordt, zodat het volume toeneemt en daarmee ook de prijs. Exact. En dan hebben we het over begin van het jaar tot nu. Tuurlijk hebben we vanaf de bodem hier hebben we ook een mooie stijging gezien. Ja. Is ook zo.
Is ook zo. Zeker. Alleen nog steeds, als je het vergelijkt met de andere die we net aan hebben gehad, staat het er wel gewoon anders voor. Als je naar een XRP kijkt, ja, die zit al in een ellenlange range de hele tijd. Als je deze bodem meeneemt, dat was juni 2022. Tuurlijk is dit een stijgende periode. Maar year to date, als we kijken naar hoe we er daarvoor staan, ja, dan zit je gewoon vanaf hier. Zit je al gewoon in hetzelfde prijsblokje als waar je eigenlijk hier ook al in zat. Weet je, je zit er al heel lang in. Ja. En je ziet dus niet, net als wat je bijvoorbeeld bij een BNB ziet, je ziet niet hop, hop, hop. Dit zie je niet. Het ziet er gewoon echt heel anders uit. En ik snap dat ze heel veel aan worden gevraagd. En in deze video, dat is waar we natuurlijk ook mee af zijn getrapt, waar kunnen we dan naar kijken? Hoe ziet de prijsactie eruit en wat is het echte verhaal achter die chart als we puur technisch kijken? We zitten hier nu op een weekly. Dan kan je voor jezelf een aantal dingen doen. En dat doe ik voor mezelf ook altijd als ik een analyse ga maken. Dat ik ga kijken, wat ga ik markeren wat belangrijk is voor mij. Nou, je hebt uiteindelijk hier bodem. Nou, die bodem die kan je voor jezelf... En het gaat niet om het exacte level. Je kan hem voor jezelf markeren. Want dat is wat je doet. Je bent met potlood gewoon een schets aan het maken. Om voor jezelf in kaart te brengen hoe het ervoor staat. Dit punt is een belangrijk punt. Want dit punt is uiteindelijk een punt wat je hier hebt weten te rejecten. Rejection zorgt er uiteindelijk voor dat je weer verder omlaag gaat. Maar die rejection... En dat is ook wel weer het mooie van prijsactie. Mm-hmm. Ook als je hier naar kijkt, die rejection, dat is uiteindelijk, hier hebben we daar een stukje hinder van ondervonden, wat ook weer met het verleden te maken heeft. Hier hebben we daar een stukje resistance van ondervonden. Maar dat is op dit moment, na de uitbraak, is dat support geworden. Dus zolang wij hier blijven zitten, vind ik nog steeds dat eigenlijk ADA, ondanks dat de prijsstijging in percentages, we kijken nu puur technisch, hè, dat het er best nog wel prijsactie technisch enigszins oké voor staat op de grotere plaat. Want we hebben hier een low, we hebben hier een higher low neerzetten en eventueel op weg naar een higher high zou heel mooi zijn. Dat is prijsactie technisch waar je dan naar kijkt. En als dat vanaf dit punt gerealiseerd kan worden, ja, dan is de onderkant van deze prijsrange na het gainen uiteindelijk van dat prijsgebied, is een realistisch target. En dan kom je alweer op een 1,20 vrij snel. En als je dan kijkt dat je nu op een 40 cent staat, ja... Dan denken mensen ineens, ja, wauw, als dat kan, dan let's go. Ja, ik denk dat letterlijk zo'n 60-70% van je plan nu al op je scherm staat. Je weet waar je risico ligt en je weet waar je reward ligt. Exact. Per exact. Leveltje. En technisch kan je natuurlijk altijd meerdere scenario's in kaart brengen. Moet je ook altijd meerdere scenario's in kaart brengen. Als je naar een lower timeframe gaat, krijg je ineens veel meer informatie. Hm. Krijg je ineens veel meer dingen waar je wat mee kan. En als ik dit dan weghaal... Dan schept dat iets meer duidelijkheid. Dan zeggen we, oké, dit is dus het gebied waar je in wilde blijven hangen. Je krijgt hier dus nu al meer informatie. En dan kan je zeggen, ja, dit prijsblok is dus het prijsblok waar ik in moet blijven hangen. Ja. En dan heb je voor jezelf al, want mensen vragen wel eens, hoe komen jullie dan aan zo'n box? Ja, dit is eigenlijk gewoon de prijsbox. Het prijsgebied wat er nu ligt, waar je gewoon vast wil houden. En je zit nu aan de bovenkant van het prijsgebied. Dat is waar je uiteindelijk nu wil blijven plakken. Dit is entry risico. En aan de bovenkant heb je je reward. Exact. Ja, dat is precies wat we net probeerden te vertellen. Ja. Exact. En in de weg hier naar beneden ontstaan er ook kansjes. Hier had je ook een short kunnen nemen. Ja. Hier aan de onderzijde kan je straks ook kijken naar een short eventueel. Als je dit stukje prijsactie meeneemt, kan je zeggen, ja, hier kunnen we eventueel ook nog short. Dan kan je ook in prijs kijken naar een short. Er ontstaan allemaal scenario's. En dan kan je zeggen, ja, maar daar heb ik nu nog helemaal niks aan. Nee, maar uiteindelijk als deze short straks nog een keer uitspeelt, als je hem hier nog een keer wil spelen in prijs, en we gaan verder omhoog, dan kom je vanzelf hier een keer aan. Dan ontstaat er hier op de weg daar naartoe ook weer een long. Dan ontstaat er hier ook nog steeds weer een short. Er liggen altijd kansjes. Het rijmt op elkaar, hè? Want overal waar jij dan geïnteresseerd bent op de long, weet je ook precies dat daar de TP... overal waar je geïnteresseerd bent in de short, weet je ook dat je TP ligt van de long. Weet je wel? En je plan vormt zich naarmate van die informatie. Is flink achtergebleven, maar ik denk prijsactie technisch, ja, ook op de lange termijn valt hier nog steeds wat te halen. En ziet dit er... over het algemeen best oké uit voor de higher timeframe analyse. Lower timeframe, ja, ben je alleen maar omlaag aan het grinden. En zolang je niet omhoog gaat, ga je verder omlaag. Dus heel kan logisch, hier ook verder omlaag? Ja, dat kan ook, want zolang je niet gaint, dan ga je verder omlaag. Gewoon een heel logisch punt om te gaan zoeken en wachten op die rotatie. Ja. Ja. Chainlink. Hebben we Chainlink inderdaad? Hallo, gaan we luisteren? Ja, we gaan luisteren. wat doet Chainlink? Die is aan het consolideren. En wel na wat we eerder zagen... Nadat je hier zo'n gebied hebt, daar wil je terug inkomen. En Chainlink is dat wel degelijk gelukt. Dus wat zou je nu willen zien? Nou, zou het heel sterk zijn. En dit komt natuurlijk de onderkant van die range vandaan. Hier hebben we de gain te pakken. Dat wij hier gewoon die constructievorming die wij hier maken. Dus als we dit hebben gehad, hou ik het lekker op die constructie. Willen we de lows
gaan zien te respecteren en de highs te gaan zien gerespecteren. Wat je hier gewoon ziet is gewoon gezonde prijsactie. Dit is rangevorming. We hebben een high en een low en het wordt gerespecteerd. De reward van je short zit er nu wel een beetje op. En we gaan kijken of we kunnen dit boxje aan kunnen tappen. Misschien een rotatie kunnen bewerkstelligen en weer naar de bovenkant. Dus jouw risico ligt nu hier. Jouw reward ligt daar. Tot het punt waar je vandaan komt en waar je vertrokken bent. En ga je hier naar boven breken, komen deze soort targets aan het licht. En dat is de reden waarom je altijd een klein stukje open laat staan. Dan hebben we nog een klein scenariootje aan de onderkant. We hebben een hele mooie rangevorming. Hoe langer je in een stukje rangevorming zit, stukje liquiditeit. Stukje liquiditeit aan de onderkant. Dus wat je dan wil doen, is een beetje hier naartoe. Zo. En dan, als het even kan, een wikje erin. En dan weer gaan bouwen. Als je hier namelijk langer blijft rangen, dan heb je het blok verloren. En krijgen we ook nog eens een keer het scenario voor de onderzijde. Oh. Dus lang verhaal kort, hoe de prijs er ook voor staat. Je hebt een risico, je hebt een reward. Je treedt wat je ziet. Of het er nou iets wat optimistischer uitziet, dat zagen we bij BNB en Solana, of iets pessimistischer op de year-to-date grafiek over dit soort assets. Je hebt altijd de kaders van je high en je low waar je je tussen bevindt. Dus exact. En mocht je hier dan uiteindelijk toch daadwerkelijk gaan verliezen, want we kijken echt puur naar de prijsactie, dan kom je uiteindelijk aan de bovenkant van deze prijsrange als eerste terecht. En in die hele prijsrange, zelfs tot aan de start van de stijging die we hier hebben gezien, ontstaan weer heel veel kansen. Dus aan de onderzijde kunnen we, als we echt gaan verliezen, richting een 8, 7 à 8 dollar kunnen we gaan. Kunnen we uiteindelijk wel hier vanaf die $14 waar we nu ons bevinden naar boven. Ja, dan heb je het wel over een 27 en dan heb je het over een $34. Dan heb je het over 140%. Boom. Dus ja. Dat is wel een serieuze stijging ook. Maar ook voor deze geld weer, er zitten meerdere scenario's in het gat. En treed gewoon elk scenario die legit is, hè, die binnen die kaders valt. Want jouw risico is 1% en jouw reward is, laten we zeggen 3 of meer, weet je wel. Dus dat betekent dat waar jij 1% verliest, daar staat het volgende scenario, waar jij je netjes aan je regels houdt, staat gelijk aan meer rendement dan dat je hebt verloren. Als jij gewoon doet wat je moet doen op de plek waar de koers zich op dat moment bevindt. Exact, jij schetst het hier ook heel erg mooi. En dan maken we deze eventjes groen. En dan maken we deze voor het plaatje. Maken we die eventjes rood. Rood, het is een soort van rood, ik moet het voorstellen. Maken we even rood, zo. Dit is je risico wat je loopt. En dit is uiteindelijk de reward die je ervoor terugkrijgt. Die twee dingen moeten altijd in verhouding staan met elkaar. Anders dan kan je geen trade setup nemen. En dus krijg je dat onder de knie op de juiste plek, en dan ben je tradertje gewoon. Ja, en heel vaak vragen mensen ook, hoe moet ik RR dan zien? Wat is een goede R? Ja, dit spreekt voor zich. Logisch nadenken. Ja, logisch nadenken. Ja, meer reward dan risico. Je TP's kunnen nemen binnen die kaders waarop je reward is bepaald. Punt. Nou, dat is je reward. Zo is het. Dan hebben we er nog eentje over. En dat is good old XRP. Ja, wat we al zeiden, bevindt zich in de prijsrange waar je eigenlijk al een hele lange periode in zit. En met een hele lange periode bedoel ik ook echt een hele lange periode. Want je zit hier echt al een jaar in dit prijsgebied. En je bent dan langzamerhand, zeker als je ook op een weekly kijkt, natuurlijk ben je wel een beetje aan het grinden naar boven. Maar je wil niet grinden naar boven. Je wil significante hordes weten te gainen. En een significante horde, die ligt hier. En die significante horde, die heb je gereject. En vanaf het moment dat je daar uiteindelijk naartoe bent gegaan, hebben wij een high, een lower high. Dit is het verhaal. Dit is het verhaal, weet je. En als je dan zo kijkt, zou je zeggen, oké, we zitten in een stukje compressie. We hebben hier uiteindelijk wat weten te gainen. Hier gereject en nu blijven we hier een beetje hangen. Wat wil je dan zien? Hey, je kan hier ook weer verschillende scenario's op loslaten. Aan de onderzijde ligt iets wat nog open ligt waar je uiteindelijk naartoe kan. Dan heb je het over een 38 cent. Laten we het daarvoor ophouden. Als je wel uiteindelijk naar boven toe weet te gaan, heb je ook op de weg naar boven heb je op 62 cent een punt waarbij je kan zeggen, oké, dan kan ik eventueel kijken naar een short. Dat kan ook. Je kan op de weg naar boven de bovenkant in prijs ook nog steeds nog een keer shorten als je daar aankomt. Hier aan de bovenzijde deze top ligt ook nog steeds iets open. Er liggen genoeg kansen uiteindelijk, en dan kan je natuurlijk op de lower timeframe kan je dat gaan fine-tunen. Je kan op de weekly kan je markers neerzetten met een potlood. En uiteindelijk ga je op de lower timeframe ga je dat fine-tunen. Dit zijn geen keiharde levels die je moet spelen. Je moet je analyse nog steeds maken. Lower timeframe fine-tunen. En daar kan je uiteindelijk je trades op baseren. Maar dit is wel een beetje waar je naar kijkt. Er staan hier nu, want dat zeggen mensen wel eens. Ja, traden, jullie zetten maar een paar lijntjes. En weet ik wat, maar die lijntjes zijn heel veel waard.
Ja, als je begrijpt waar je naar kijkt. Juist. Het gaat erom wat de lijntjes vertegenwoordigen. Die lijntjes die staan daar omdat er potentiële koop- of verkoopdruk ontstaat. En dat willen wij omzetten in rendement. Ja, dat is het spelletje. Exact. Dat inzicht gaat verder. Maar als je dat gewoon goed op niveau krijgt, ja, dan kun je geld verdienen aan de markt. Exact. En als deze trend zou gaan kantelen en die gaat die kant op, dan zeggen mensen, ja, op trendlijnen kan je traden en weet ik wat allemaal. Dat uiteindelijk deze trend gekanteld wordt, dat komt omdat je hier uiteindelijk dit leveltje straks weet te breken. En als je dat weet te breken, dan kantel je uiteindelijk die trend. Ja, je verslaat de verkopers, waardoor je momentum naar je opwaarts potentieel sterker wordt. Ja, dat is het. Dus een mooi voorbeeld trouwens, wat we eerder deze video zeiden, dat die bepaalde coins nog niet hebben laten zien, waardoor de interesse minder is, waardoor ze nog niet zijn gegaan. Dat zie je natuurlijk op Ripple heel mooi. Al die hele grote uitschieters, Die zijn allemaal nieuwsgedreven en rechtszaken en dergelijke. Weet je, het is pump en dump afhankelijk van het sentiment van het nieuws. En omdat er dus zoveel omheen hangt, zie je dat er buiten het nieuws dus alleen maar een beetje die grijnende prijsactie overblijft. En dat is precies waarom dus waar we de video mee begonnen. Waarom het interesse op de ene coin groter is als de andere. En doe dat dan dus ook met jouw focus. Ja, want waar het geld naartoe vloeit, moet jouw interesse naartoe vloeien. En we kunnen natuurlijk met z'n allen XRP en Ripple blijven aanvragen. Maar zolang daar niks gebeurt, ja, dan kunnen wij het bericht wat je wil horen ook niet aanpassen. Veranderen. Enigszins wel. Maar vloeien waar het geld naartoe vloeit, ja, is voor veel mensen die interpreteren dat ook weer verkeerd. Want dan denken ze, ja, ik ga dus kopen wat al 1000% gestegen is. Daar vloeit het geld naartoe. Ja, precies. Want dat is wat heel veel beginners natuurlijk. Aan de andere kant, als je die woorden gebruikt, dat ze dat wel denken. Ja, dan ga ik met het geld mee en dan zeggen jullie, ja, daar moet je niet kopen. Nee, waar het geld mee naartoe gaat in. Ja, je moet naar de plek waar het rendement ligt. En uiteindelijk denk ik dat op coins als bijvoorbeeld een XRP, als een Chainlink, als een ADA, dat daar zeker rendement ligt. Alleen stap wel in op het juiste moment. Ja. En als dat het juiste moment is, ja, dan denk ik dat het rendement nog steeds significant is. Want als je vanuit dit punt wel naar de bovenzijde kan, heb je het over 148%. Bij een Chainlink heb je nog steeds een dikke R omhoog. Ja. Bij een ADA heb je nog steeds een dikke R omhoog. En als je dan kijkt naar, dan zet ik hem weer even op de weekly. Als je dan kijkt naar wat uiteindelijk op een project als BNB, wat misschien nog veel verder kan stijgen, hè, dat weet ik niet. Maar wat dan je R is, ja, wacht even, hier is het plafond. En daarna kan je zeggen, ja, sky is the limit, ja, begrijp ik. Maar de R is hier wel even weg. Je weet niks, je hebt geen data. Je hebt niks. En je weet uiteindelijk bij een ADA, Chainlink, XRP, op basis van de technische plaat, als je in mag stappen, weet je wel wat uiteindelijk het eventuele rendement is. En zo is het. Zo is het. Dus liggen er kansjes links en rechts. Is het klaar voor ADA, Chainlink en XRP? Fundamenteel? Flauw idee. We zijn traders. En we houden ons bezig met wat de chart vertelt. En als de chart zegt, let's go. Licht staat op groen. Dan kan je gewoon traden. Dat is wat je moet doen. Ja. Goed. Wat denk jij van ADA, XRP, Chainlink, aankomende periode, prijsactie technisch? Wat denken jullie ervan? Laat even een leuke reactie achter onder deze video. Voor nu zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Onderaan vinden jullie de linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je alle informatie over Platinum, waar Mr. Mikey heel veel aanwezig is. Ja, ik hoor vaak in de streams ook, oh, goede content, wauw, dit en dat. En denk, ja, in Platinum is dat dagelijkse kost. Daar ben je altijd mee bezig en dat doe je goed. Ja. Vinden jullie onderaan deze video en alles wat wij bieden staat op onze website. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Later.